gegaan? De les ging over aardolie. En de bron van alle kennis, de onderwijzer, raakte uitgeput toen hij zijn pupillen bij moest brengen hoe een oliebron wordt aangeboord en hoe nu wel zo'n boortoren werkt. In zulke ogenblikken is een onderwijzer niet te benijden. Te meer dat de tegenwoordige jeugd kritisch kan luisteren en niet gauw tevreden is. Maar het gebeurde allemaal in Den Haag. En daar was wel een boortoren te vinden. Een natuurgetrouw model van een echte boortoren. In het Museum voor het Onderwijs, dat dit jaar een halve eeuw bestaat. Den Haag bezit met dit 50-jarige museum een unieke gelegenheid tot aanschouwelijk onderwijs. Er is bijvoorbeeld een prachtige verzameling opgezette dieren uit alle delen van de wereld. Met een exemplaar van de dodo, een uitgestorven vogelsoort van het eiland Mauritius. De Oost-Indiëvaarders die om de Kaap gingen, aten er heel wat van op. Kinderen, even opzij alsjeblieft. Zo, dat is beter. Het onderwijsmuseum heeft voorts een Eskimo-afdeling die enig is in Europa. Vooral de vrouwelijke leerlingen weten de exotische klederdrachten te waarderen. De Haagse schooljeugd, die zoals alle mensen verzot is op bewegende beelden, vindt in het museum een bibberende voorloper van de film. De Haagse onderwijzer kan hier zijn door de radio verwende kinderen ook laten horen hoe een van de eerste grammofoons speelde. Ook kunnen de jongens en meisjes zien en horen waarmee men zich 200 jaar geleden onder andere vermaakte. Een speeldoosje uit 1750 bijvoorbeeld. In de zaal van de scheepsbouw tenslotte wordt 100 maal verkleind gedemonstreerd hoe Nederland zijn schepen bouwt en te water laat. De Nieuw Amsterdam loopt er elke dag weer vlot van stapel. Maar hij blijft op de werf in dit museum dat onmisbaar is geworden bij het onderwijs in de residentie.